Wat gaan jullie straks allemaal doen voor leuks? Nou, we hebben even een dingetje, een leuke opmerking misschien wel. Want we vieren de verjaardag vandaag. Oh. Van Hymn For The Weekend. Oh. Yeah. Ja, ja, zeker. Want Hymn For The Weekend bestaat deze maand precies 5 jaar. Yeah. Champagne. Taart. En een vrolijk muziekje ook maar even. Oh, nou, daar word ik helemaal blij van. Oh, taart. Gewoon een gele stijl, lekker roze. Wauw. Echt goed. En cool. Kei, blitsen. Hoe heette die dingen? Parasolletjes. Parasolletjes, een glitterend parasolletje erin. Top, dit is lekker. Oh, wat goed. Ja, ik heb er eentje met een hele enge vrucht erop, zie ik al. Een hele enge vrucht? Oh, ja, zo eentje met heel veel ogen, weet je wel. Zo'n... Een braam. Is dat een braam, ja? Ja, ik eet die dingen niet, joh, eigenlijk normaal gesproken. Wil je er braam hebben? Oh, wat goed is dit, zeg. Ja, wat lekker. Ja, goed idee. Ja, je was er door afgeleid, hè, Matthijs? Ik zag Rick er straks al taart snijden. En ik kon al niet meer uit mijn woorden komen, want ik zag taart gesneden worden. Ja. Oh, en hij komt nu niet uit zijn woorden, omdat hij hem voorkrijgt. Maar... Fijn dat je het even uitlegt. Ja. Ik heb een van de nucleair parasolletje. Hè? Als de bom valt, dan kun je eronder gaan zitten. Nou, ja, dat is voor 5G en corona, weet je wel. Ik dacht, daarom is die van aluminium. Ja, mooi. Ja. Hey, maar wat leuk. Dus feest vanavond. Ja, zeker. Dan neem ik aan dat jullie ook een hele speciale gast hebben. Ja, natuurlijk. Onze gast van vanavond is wel... Mike Arts. Yeah. Yes! Want ik wist dit niet overigens, maar ik ben er heel verveeld mee. Ja, nee. Absoluut. Ik heb nog wel een vraag. Het is niet 5 jaar radio, maar 5 jaar televisie dus vooral. Ja, nou ja, het is, dat kan Rick misschien beter zeggen. Rick die is ooit begonnen, dus dat mag ik wel even doen. Kijk eens hier. Nou ja, het programma is begonnen als televisieprogramma natuurlijk. En eigenlijk eind vorig jaar toen dachten we van ja, maar het is een muziekprogramma op televisie, dat is leuk. Maar muziek wordt op de radio, dus toen hebben we ook een radioprogramma ervan gemaakt. Ik ben helemaal buiten adem. Van dus, maar in principe is het nu een algeheel programma... wat en radio en tv en ook YouTube en Instagram is, zeg maar. Maar qua oorsprong was het een televisieprogramma en is het 5 jaar. En als je dan Hymn For The Weekend in 1 of 2 zinnen zou moeten omschrijven... wat is het nou eigenlijk? Dikke chaos. Ja, sinds dit jaar is het vooral dikke chaos. Maar nee, gewoon de perfecte inluiding van je weekend eigenlijk. Ja. De lekkerste muziek. Ja, ik wou zeggen, jullie gebruiken ook heel veel nieuwe muziek. Niet alleen maar oude muziek, maar ook heel veel nieuwe dingen. En ik denk dat dat wat jullie wel een beetje uniek maakt. Dat je echt alle soorten muziek, alles... Nou ja, toen het helemaal aan het begin begon, zeg maar... Toen werd het door heel veel mensen een beetje vergeleken met wat je vroeger had, TMF en The Box en zo. Weet je, dat is zo'n VJ-programma. Mm-hmm. En tegenwoordig heb je op Excite volgens mij nog wel zo. Sorry. Ja. Ja. Dat is het eigenlijk wel een beetje. En dan de lokale varianten van. Ja, superleuk. Ja, superleuk. Nou, superleuk. Leuk dat ik erbij mag zijn.